Het is John de Mol's grootste tv-project ooit, de Dansmarathon. Vanaf donderdagavond gaan 100 koppels maar liefst 50 uur achter elkaar proberen te dansen. En het winnende koppel gaat naar huis met een ton. SBS6 presenteert het grootste, zwaarste en vooral langste dansspektakel ooit. Goedemorgen. Hallo. Koffie erbij? Ja, kopje koffie. Ja, redelijk ontspannen. Nog wel. Of van binnen helemaal niet? Jawel, jawel, jawel. Ja. Nee, we zijn hier nou een paar dagen bezig en het is een logistiek groot project. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat we alles onder controle hebben. Alles wat je onder controle kan hebben, hebben we onder controle. Dit waanzinnige evenement begint op donderdagavond 14 oktober en eindigt op zaterdagavond 16 oktober. Of misschien wel zaterdagnacht. Twan, Ellie, misschien wel de belangrijkste personen achter de schermen. Twan, jij verantwoordelijk voor het medisch team. Ja, dat klopt. En Ellie, jij bent verantwoordelijk voor dieet onder andere, voor de voeding. Ja, zeker. En wat is daar, om nou te beginnen, daar nou zo belangrijk aan voor die mensen die gaan strijden voor die ton? Ja. Dat ze goed op hun voeding letten. Ja. Nou, die voeding is super belangrijk. Het is gewoon je brandstof. Jouw auto doet het ook niet zonder brandstof. Dus er moet goede brandstof in. En dat is eigenlijk wel het grote verschil. Want iedereen roept gezond eten. Maar dit is eten om te presteren. En dat is misschien wel afwijkend van gezond bijvoorbeeld. Zijn er ook dingen waar je je zorgen over maakt? Dingen die je misschien vooraf niet kan inzien, hè? Want het is uniek, dit is nog nooit gebeurd. Nee, kunnen na een aantal uren irritaties wel een rol gaan spelen. Ja. Hè? Dus dan kan het in het ergste geval zijn dat ze min of meer vechtend de tent uit rennen. En dan ben je in één keer ook voor andere dingen bezig. Dan ben je de scheidingspolitie straks hier. Ja. We beginnen deze loodzware wedstrijd met 100 koppels. Slechts één koppel wint en gaat naar huis met een enorme geldprijs. En dat is het koppel wat als laatste dansend op de dansvloer staat. Jij bent een control freak. Dat zien we in al je programma's. Wat kan hier nu nog misgaan? Nou ja, dat kan natuurlijk technisch, theoretisch van alles misgaan. Hè? Je bent afhankelijk van internet. Als er een storing komt en de computers slaan op hol, dan hebben wij hier een vet probleem. Maar als dat allemaal niet gebeurt, dan heb ik er wel vertrouwen in dat alles feilloos en vlekkeloos gaat verlopen. Ja. En dan houden we het natuurlijk over de dansparen. Die moeten het nog wel even volhouden, 50 uur. Nou, is dit een kamer, Twan, waar ik volgens mij liever niet op wil belanden als ik 50 uur aan het dansen ben. Het ziet er een beetje medisch uit allemaal. Sterker nog, het is een medische ruimte. Het is eigenlijk onze behandelkamer waar we, als er echt nood aan de man is, mensen een eerste hulpbehandeling kunnen geven totdat de ambulance komt. Zometeen komen die 100 dansparen, die liggen nu nog te slapen, heb ik begrepen. Ja. Maar die moeten het ook 50 uur gaan volhouden. Ja. Tenminste, één paar sowieso, want die gaan met de ton naar huis. Maar ben je daar, vrees je daarvoor dat het misschien wel gaat mislukken, die 50 uur? Nou ja, die kans acht ik klein, want die paarden zijn natuurlijk zorgvuldig uitgekozen. Er zitten er een heleboel bij die fysiek zo ongelooflijk fit zijn en ook zo hard getraind hebben om dit te kunnen doen. Dat tenzij ze een enkelband scheuren of hun enkel verzwikken. Ja, dan denk ik, als ze verstandig omgaan met hun rusttijd, dan gok ik toch wel dat er nog wel een paar paarden op de dansvloer staan zaterdagavond. Ik zie daar ook twee, nou, het zijn een soort van badmeesterstoelen. Zitten jullie daar ook in? Daar zitten de juryleden in. Mensen worden natuurlijk ook beoordeeld op hun kwaliteit van dansen. En daar hebben we een gele kaartensysteem voor om mensen aan te geven van dat ze meer moeten dansen als ze dat te weinig doen. Je noemt het je grootste logistieke uitdaging ooit. Je gaat al jaren mee in de tv-wereld, mooie dingen neergezet. Wat doe je jezelf nog aan om zoiets te realiseren? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar, wat is het alternatief? Ja. Onder een palmboom op het strand gaan liggen, dan ken ik mezelf na twee dagen. Dan ga je weer dit soort dingen bedenken? Nee, dat is hem ook niet. Nee. En dit is gewoon leuk om te doen. Het is fantastisch om zo'n project met zoveel mensen bij Talpa, we hebben hier het allerbeste mensen op zitten, zo'n project met elkaar te doen. Ja, dat is gewoon een kick. En als dat gaat vervelen, dan moet je ermee stoppen. Maar daar heb ik nog geen last van, hoor. Het ziet eruit als een bouwkeet, maar het is iets anders, hè, Twan? Ja, het is een slaapkamer. Een slaapkamer? Ja, mensen mogen natuurlijk in de 300 minuten pauze die ze hebben, mogen ze ook slapen. En, is dat een beetje te doen hier binnen? Kunnen we even kijken? Je mag kijken. Mag ik er even kort op zitten? Of mag... Je mag er gaan liggen. Oh, we gaan liggen zelfs. Ja, doe de deur maar dicht, anders doe ik ook even een dutje. Ik heb ook 300 minuten pauze.